Denk je wel eens na of voel je wel eens iets over bij het idee van vertrouwen, het begrip vertrouwen? Hoe is het met jouw vertrouwen? Heb je dat? Ken je dat? Zegt het je iets? Ik denk dat ik misschien wel te goed van vertrouwen ben, zelfs af en toe. Ik vertrouw blind op dingen. Het heeft ook te maken met het feit dat, we zitten nu op het terras bijvoorbeeld. Wij zijn heel relaxed, je hebt zelf net gegeten. Met rekeningen en zo. Het zal misschien wel eens voorkomen dat mensen weglopen. Ja. Dan is dat zo, weet je wel. Dan heb ik iets van, gaat heen en geniet ervan en zo. Ja. Weet je wel. Dus in die zin ben ik heel erg goed van vertrouwen. Dat zal misschien ook wel de reden zijn waarom ik niet rijk ben. Ik vind het heel belangrijk om te delen en te geven. En dat doe ik in mijn werk natuurlijk al tientallen jaren. En ook in mijn televisieprogramma's doe ik dat. Ja, kijk, heel goed. Is vertrouwen ook iets wat je kunt delen? Als jij iets wat jij hebt en wat deelt of wat je als je dat tegen me zegt, dan denk ik onmiddellijk aan een relatie. Dan denk ik aan een liefdesrelatie. Die deel ik al nu alweer ruim 10 jaar met mijn lieve meisje die hier binnen staat, Doemie. Dat is blind vertrouwen, ja. Ja. Is vertrouwen, ja. Jou, zoals jij er nu over praat, van dat je eigenlijk je vertrouwen niet af laat nemen door een bijvoorbeeld niet betalende klant? Nee. Nou, ja, nogmaals, ik ga. Is het je dierbaar? Het vertrouwen om dat te hebben, is het, dient nou, het ja, je is wordt het belangrijk? Ja, ik vind het heel belangrijk. Ik wil dat onze samenleving wat meer vertrouwen had in de algemene zin, zeg maar. Ja. En daar zet ik me ook voor in. En dat probeer ik ook te, hoe zeg je dat, te radiate, uit te stralen, ja. Zeg maar. Want ik vind het wel essentieel. Ik vind vertrouwen wel heel belangrijk. We leven nu natuurlijk in een hele rare periode waarin heel veel mensen elkaar niet vertrouwen. Vanwege het corona gebeuren. Vertrouwen we onze leiders nog wel? Vertrouwen we de wereldleiders nog wel? Vertrouw je je buurman nog wel? Dat voelt heel, heel naar. Ik ben ook wel eens teleurgesteld natuurlijk als het gaat om vertrouwen. Dat is ook een deel van ons bestaan, denk ik, dat je wordt teleurgesteld af en toe. Dus vertrouwen is een interessant onderwerp. Maar als je het hebt over dat je dat kan radiate, kunt uitstralen, dat geloof ik ook trouwens. En dat je daarmee bezig bent, zei je ook. Kunnen wij iets doen om elkaar beter te vertrouwen, meer te vertrouwen? Het vertrouwen in onszelf te behouden? Ja, maar dan moet je denk ik helemaal naar de wortels van onze samenleving gaan bijna. Want dat vertrouwen, hoe zeg je dat? Het omgekeerde van vertrouwen, het wantrouwen. Wantrouwen. Wordt eigenlijk al gecreëerd vanaf je jongste jaren. Wij worden allemaal, als wij geboren worden, dan worden we niet op de wereld verwelkomd van welkom. Nee, dan gaan we meteen, dat kind, gaan we gelijk meteen manipuleren en regeltjes leren over hoe je in de toekomst een goed mens zult worden. Ja. En gaandeweg, dat hele schoolsysteem is naar mijn mening bijzonder manipulatief. Is dus, je wordt de hele tijd onderhevig aan allerlei regeltjes. En nogmaals, altijd op de toekomst. Hè? Je begint op de peuterschool. En dan dat moment waar je het voor doet, dat komt maar niet. Nee, precies. Dat wordt steeds ergens. In de verte blinkt die schatkist naar ons toe. Dat vind ik altijd een fenomeen. We zijn altijd met de toekomst. Ja. Weet je, kleuterschool, dan ga je naar de lagere school. Als je goed je best doet op de lagere school, absoluut. Mag je misschien wel naar het VWO. Als je dan goed je best doet, dan mag je studeren. En als je dan goed boeken uit je hoofd kunt leren, dan heb je een streepje voor in onze samenleving. Want dan ben je intelligent. En dan kan je, als je geluk hebt, kan je een goede baan krijgen. Maar dan krijg je die goede baan. Kom je op een of andere marketingafdeling, ga je dan werken. En dan krijg je targets. Als je die targets in de toekomst haalt, dan kan je misschien opklimmen in kom ons bedrijf. Kom je vooruit en omhoog. Uiteindelijk ben je dan daar, dan ben je dus gearriveerd. Dan ben je president van een of andere, of directeur van een of andere groot bedrijf. En dan ben je gearriveerd. Eigenlijk ben je dan nog steeds gefrustreerd. Want je hebt nog steeds niet dat ene wat daar. Want daar komt het pensioen.
Maar is die hele wedlopen, dat hele gestreven, ja. Voortdurend naar de toekomst, is dat juist niet gebaseerd op vertrouwen dat er iets komt? Ja, ja. Ik denk dat dat wel, maar het is dus een of is dat misplaatste vertrouwen? Juist. Want het nu speelt toch natuurlijk ook een rol hierin? Ja, het is een misvertrouwen. Het is een soort van, als je dat dan maar doet, vertrouw nou maar op mij. Vertrouw maar op je leraar, vertrouw maar op je ouders, vertrouw maar op de samenleving, vertrouw op de overheid. Ja. Als je daar aan die regeltjes houdt, dan komt het ooit wel weer goed. En dan mag je op een gegeven moment pensioen. Maar ja, dan ga je met pensioen en dan heb je verrotte tanden en een prostaat die naar de kloten is. Impotent. Dat is ook niet veel aan. En toe aan een middagdutje. Ja, precies. Energie loopt terug. Dus wat, ja, is dat vertrouwen weer gekrenkt, toch? Ik bedoel, ja. Dus het is een beetje, het leven is een lachetje, denk ik altijd maar. Nou, dan nu de hamvraag van, waar komt vertrouwen nou vandaan? Heb je daar een hint van? Waar begint het? Is dat in jezelf of ligt het bij een ander? Of, waar? Nou ja, ik denk dat wel factoren razen nu allemaal gedachten door mijn hoofd. Ik denk dat vertrouwen, ja, het zal voor een deel genetisch bepaald zijn misschien, van hoe je ouders erin zitten. En natuurlijk je opvoeding. Hè, wat voor opvoeding krijg je van je ouders thuis? Word je in vertrouwen opgevoed? Zijn je ouders samen? Ik ben heel beschermd opgevoed. Mijn moeder, die zit daar, die is 91. Die is meer dan 70 jaar met mijn vader samen geweest. Die is 3 jaar geleden overleden. Ja. Dus als je het over vertrouwen hebt. Dat is wel heel stabiel. En, enorm stabiel. Tot het laatste moment hand in hand, zelfs in de rolstoel. Dus als je het over vertrouwen hebt, dan ben ik in vertrouwen ben ik opgevoed. En uiteindelijk ontwikkel je ook en kijk je om je heen in het leven en leer je ook, je leert van je ups en je downs leer je en daarmee gaat je vertrouwen misschien wel in een soort golfbeweging, maar ik noem mezelf al jaren de gelukkigste man op aarde, ja. Want zo ervaar ik dat. Dus ik zit vol vertrouwen. Dat vertrouwen staat los van bijvoorbeeld financieel succes. Dit bedrijf hangt financieel aan een zijde draadje, wij zijn aan het knokken om te overleven. Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds de gelukkigste ben. Want bergen met liefde in mijn leven, gezondheid, kansen en mogelijkheden die op de lopende band voorbij komen de hele tijd. Ik mag televisieprogramma's presenteren. De mooiste baan die er maar is. Dus ik ben. Het lijkt te suggereren dat het toch voornamelijk van binnen komt. Dat vertrouwen. Dat is wel mijn overtuiging, ja. Ik geloof wel dat het iets is wat hier misschien groeit in je leven. Je krijgt natuurlijk allemaal. In het leven heb je allemaal in je rugzakje met narigheid, met uitdagingen. Dus je zult soms teleurgesteld worden. Ook in vertrouwen word je denk ik wel eens teleurgesteld. Ja. Maar bij mij brandt die vlam. En ik laat mijn vertrouwen en mijn geluk niet snel van mijn bord eten. Om maar even een koksopmerking te maken. Nou, ik vind het een onwijs mooie afsluiter en een opsteker dit. Dankjewel. Je hebt in ieder geval mij hiermee mijn vertrouwen gesterkt. Ja, oké. Okay. Dankjewel, nou, René. En het beste met alles en met je bedrijf. Ik doe mijn best. Ik kom hier regelmatig graag een hapje eten. Daar vertrouw ik dan maar op. Dankjewel.